vervelende is natuurlijk dat het gewoon overheidsgeld is. Het is geld van jou en mij. Wat we in vertrouwen geven. En als je dan ziet dat er op deze manier mee om wordt gegaan. Ja, dan... kijk, je kunt zeggen, het is een dubbeltje per Rotterdammer. Maar het gaat niet om de hoogte van het bedrag. Het gaat ook om het vertrouwen wat je geeft. En wat vindt u dat er nu moet gebeuren met dat geld dat gefraudeerd is? Dat moet gewoon terug. Dus gewoon, wat dat betreft is het eigenlijk hetzelfde verhaal met iedere fraude. En dat hebben we ook vanuit Waterfront hebben we dat ook duidelijk meegegeven als aanbeveling. Van let op, zorg ervoor dat geld terugkomt. En als het ergens in het buitenland verdwijnt, dan zorgt er dan in ieder geval voor dat die mensen nooit meer een cent kunnen verdienen in dit land. Ja, nou is deze penningmeester die nu voor de rechter heeft gestaan ook nog de zus van burgemeester Abu Taleb. Hoe denkt u daarover? Dat is extra pijnlijk? Nou, ja, dat wordt pijnlijk, dat hoor ik wel vaker de laatste dagen, maar dat... Dit valt niet onder de categorie pijnlijk, het is lastig. Het is lastig voor beide. Maar ja, kijk, het heeft ook twee kanten natuurlijk. Je komt in die besturen van dat soort stichtingen wel altijd mensen uit dezelfde kringen tegen. En het is nooit de zus van mijn buurvrouw. Het is altijd de zussen van een bekende of de broer van een bekende. En dat is, of de bekende zelf. Ja, het zijn altijd wel mensen uit dezelfde kringen.